dames en heren, allemaal hartelijk welkom. En met name Trudy, die vandaag 70 jaar is geworden. Ook wil ik een hartelijk welkom heten aan Jan Leeners, haar zoon Gaspar Jacobs. Die zit daar. Haar overige familie, mensen van het bestuur. Rijn de Laat, directeur van VVV Noordoost-Brabant. Collega's, oud-collega's en alle overigen die hier aanwezig zijn. Eén ding heb ik nog niet genoemd. Dat is de burgemeester van Boksen. Ik wil hem nu graag het woord geven. Ja, het is altijd heel mooi als ik binnenkom dat mensen applaudisseren. Maar ik denk dat ze vandaag voor Trudy moeten applaudisseren. En niet alleen voor haar jaren, maar voor veel meer. Goed, ik heet u allemaal van harte welkom vandaag hier. En in het bijzonder natuurlijk Trudy, mevrouw Heijenberg. En Jan Leenders is de naam, hebben we inmiddels begrepen. Zoon Kasper en ook de familieleden die hier aanwezig zijn. Eigenlijk is het al jaren zo dat wij vanuit het Rijk en dan in het bijzonder vanuit de koning en daarvoor de koningin te horen krijgen dat er altijd te weinig vrouwen en minderheidsgroeperingen in aanmerking komen voor bepaalde zaken zoals een decoratie van de koning. En dat heeft niet te maken met dat er te weinig mensen uit de doelgroep zijn die heel veel dingen doen, want daar ben jij het bewijs van. Dat het wel zo is. Ik ga er dadelijk nog eventjes verder op in. Dus het is voor mij heel bijzonder om vandaag aan zo'n geweldige vrouw een decoratie te mogen uit te reiken. Maar ik ben nog niet zo ver. Dus ik ga eerst nog even iets vertellen. 1991 als vrijwilliger gestart bij de VVV Boksel. Al na 2 jaar kwam de functie coördinator vakant. Je hebt deze functie als vrijwilliger in volle omvang overgenomen. Dat betekende dat je eindverantwoordelijke was voor de gehele bedrijfsvoering van het VVV. Tot op heden heb je je werkzaamheden zonder onderbreking voortgezet. En ik geloof zo'n 20 uur in de week wel zeker dat je daarmee bezig bent. De VVV is een passie voor je. Bijna dagelijks ben je wel een poosje op het kantoor aanwezig. De manier waarop je het werkoverleg voorzit en de belangstelling die je voor iedereen toont, wordt ook zeer op prijs gesteld. Onder jouw bezielende leiding is de organisatie gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Ja, dat zijn flinke termen, die moet je echt in de gaten nemen. Dat is niet zomaar iets. Je hebt de vrijwilligers met de moderne middelen vertrouwd gemaakt. En dat is ook knap. Ja, dat zijn heel wat diensten. Bezoekers en cliënten van de VVV hebben dankbaar gebruik gemaakt van jouw kennis over het gebeuren in en rond Boksel. Door jouw inspanningen beschikt het VVV altijd over de actuele informatie. Door jouw PR-kwaliteiten heb je een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van Boksel in het algemeen en de toeristische en horecamogelijkheden in Boksel in het bijzonder. Je bent een contactpersoon voor streek-VVV Sjetel den Bosch en gemeente Boksel, dat zou Rijn kunnen beramen. Trudy, je hebt in de afgelopen 22 jaar een grote betrokkenheid getoond. Daardoor, en ook de Jan Gasvrijheid, heb je bijgedragen aan de promotie van Boksel en de omgeving. Je bent een voorbeeld voor velen. En dat mag ik namens heel veel mensen hier volgens mij met een gerust hart zeggen. Vandaag ben je jarig. 70 jaar uit het woord. Van harte gefeliciteerd. He, dit is ook eigenlijk gewoon een verjaardagsfeestje. Ik hoop dat wij de kwaliteit van de VVV Boksel op peil kunnen houden zonder jou. En mensen in jouw omgeving vonden dat zo dusdanig bijzonder dat ze jou hebben voorgedragen. En op grond van hetgeen wat ik net heb voorgelezen, ja, kan ik niet anders zeggen dan dat het dubbel en dwars verdiend is. En daarom is dat ook doorgedrongen bij de koning. En dat zijn de majesteit, de koning heeft het behaagd om jou lid te maken in de Orde van Oranje-Nassau.
Doe jullie van harte gefeliciteerd. Ja, ja, op de weer, hè? Ja, hij moet eigenlijk wel wat hard komen. Spel maar even weer. Ja, nou. Graag gedaan. Nog een davend applaus. Ja. Ik zal even een doosje. Dan krijg ik een doosje door. Ook nog een bos erbij. Ja. Oh, mooi. Mijn kleur. Ja, zo konden die erbij horen. Ondertekend door de koning. Wat vind je er nou van? Ja, geweldig. Maar toen ik de burgemeester zag, toen wist ik wat er ging gebeuren. Ja, want ik heb altijd gedacht, want ze hadden het wel eens zo links en rechts laten vallen. En ik had altijd gedacht, als ze me meelokken naar het gemeentehuis, dan ga ik niet mee. Want ik heb ooit eens iemand naar het gemeentehuis moeten lokken. Maar nu hebben ze me toch te pakken. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.